Good Kelvin, mijn naam is Kelvin, ook wel bekend als Calvin. Het is nog steeds Kelsember, de maand waarin ik elke dag van de maand een video upload. En vandaag is het weer zover. Het is weer vrijdag en dat betekent dat het tijd is voor Foute Vrijdag. Het meest laagdrempelige kutprogramma ooit. Het is echt best wel sneu. Maar voordat ik ga uitleggen wat vandaag de bedoeling is, ga ik jullie eerst vragen om zoveel duizend likes. Mocht jullie dat nou lukken, dan komt er morgen weer een nieuwe video. Zo doen we het samen, snap je? We gaan het gewoon fixen. Let's go, Kelfam. What's good? Goed, daarnaast maak je kans op een bezoekje van mij bij jou thuis. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is een reactie achter te laten onder deze video. En geabonneerd te zijn op mijn kanaal. En dan kom ik misschien wel bij jou thuis even chilling zetten. Snap je? Even potje Fortnite. Ja, toch, hè? Vandaag is het vrijdag en dat betekent dat het tijd is voor Foute Vrijdag. Ik ga weer een video maken samen met iemand die niet weet dat ik al aan het filmen ben. Dus die persoon komt, als het goed is, binnen enkele minuten hier door de deur. En die denkt, hè, Kel, normaal gesproken doen we eventjes kopje koffie, even kopje thee, even chillen, even kletsen. Dat is niet het geval vandaag. You're getting right in there, man. Het is tijd om gewoon meteen die video gaan maken. Ik heb hier het Foute Vrijdagbord. Hier staan onderwerpen op voor YouTube-video's. Dat zijn echt de meest laagdrempelige, debiele, domme, niet over nagedachte onderwerpen. Zoals reageren op Fortnite. Flashback. Dus het kan van alles zijn, vooral dingen waar je niet over hoeft na te denken. Want ja, 31 video's in een maand, dat is niet makkelijk. Dat is niet makkelijk. Dus hier staan allemaal onderwerpen op. Roy heeft vorige keer deze gekozen. Dat was reageren op Fortnite video's. En vandaag is Senna aan de beurt. Ik weet niet welke ze gaat kiezen. Ik ben heel benieuwd. Ze kan hier elk moment zijn, dames en heren. We wachten gewoon, we chillen gewoon. En hopelijk is ze er binnen nu en een paar minuten. Kom verder, kom verder, kom verder, kom verder. Welkom! Tada! Yo! We zijn al begonnen. Alles goed? Ja. Nice. Tada! Had je gedacht dat we meteen zouden beginnen? Nee. Nee. Weet je wat we gaan doen? Ja, mocht je afvragen wie is dit, hou jezelf voor. Ik ben Senna, ik ben 11 jaar, ik zit op hockey en ik vind het leuk om YouTube-filmpjes te maken. Oh, het is vrijdag. Het is vandaag Foute Vrijdag. In december upload ik elke dag van de maand een video. Ja. Elke vrijdag heb ik Foute Vrijdag in het leven geroepen. Je weet toch, soms heb jij ook wel eens last van misschien. Dan zit je zo en dan denk je, ja, ik moet morgen uploaden. Ja. Ik heb nog niks. Ja. Herken je dat? Ja. Er moet altijd ruimte zijn om gewoon iets laagdrempeligs doms te doen. Dus ik heb aan jou de keus. Dit is het Foute Vrijdagbord. Het is prachtig. Achter elk kaartje zit een onderwerp voor deze video. Het kan van alles zijn. Ik heb vorige keer met Roy reageren op Fortnite filmpjes gedaan. Maak een keuze. Wat is favoriete kleur? Blauw. Wat staat erop? Een Q&A. Heb je ooit in je leven een Q&A gedaan? Ik heb, ja man. Echt? Ja, tuurlijk. Vroeger deed ik altijd Q&A's als ik geen idee had voor video's. Nee. Ja, je hebt ook wel een Q&A gedaan. Ja. Q&A's zijn die dingen echt gewoon die mensen doen die of net beginnen met YouTube. Of als je gewoon echt niet weet wat de fuck je moet doen. Dan denk je, ah joh, ik doe wel een Q&A. Kom ik wel mee weg. Heb je een beetje je antwoorden voorbereid? Nee. Ik wist niet wat ze gingen doen. Hey. Hoi. Heb je nou vragen aan mij of aan Senna of aan ons allebei? Stel die dan even. Yes, we hebben een fucking legendary story gemaakt. 12 seconds later. 20 uur later en we hebben vragen binnen. Ben je er klaar voor? Er zit geen spelelement aan vast. Het is gewoon good old classic 2011 Q&A YouTube video. Sophie Milzing style. Hallo, ik weet dit is geen vraag. Ga je een Q&A doen? Ja. Je vraag, joh. Wat is het raarste wat je hebt meegemaakt met een fan? Gaan we de 18 plus versie hier doen of Nee, grapje. Ik ben afgetrokken door iemand in de tent. Nee, zo! Wat zeg jij? Dat is echt waar. Wat? Iemand heeft ooit jouw piemel aangeraakt toen jij toen met Peter die roadtrippers ging doen. Nee, dat was niet in de tent. Nou, niet in de tent, het was al in huis. Hallo, Senna's 11. Hey, wees een beetje verantwoordelijk, joh, mevrouw. Door. Nee, een momentje wat ik altijd wel een beetje ongemakkelijk heb gevonden. Ik was ooit bij een signeersessie van mijn boek van Niks en Kliks. Toen was er een jongen en die kwam naar mij toe en die deed zo. En hij zei niks. En ik hoorde niks. En ik dacht, hè? Wat doe je? Ik dacht dus dat hij voor de grap zo aan het huilen was. Zo. Dus ik ging helemaal stuk. Ik dacht, ja, lekker man. Doen alsof je zo'n fanboy bent die gaat huilen. Dat dacht ik. En op een gegeven moment, hij stopt niet. Hij gaat maar door. Hij blijft het maar doen. En toen dacht ik, hè, hij stort helemaal in, joh. Toen kwam ik denk dat we zeggen, oh fuck, hij is echt gewoon helemaal aan het janken. Toen ging ik maar een soort van omhelzen of zo. Van, yo, gast, is allemaal oké. Okay, laat het maar gaan of zo. Dat was gewoon eens eentje. Ja, bij zo'n rij met een meet and greet en zo. Oh. Iedereen dacht ook hetzelfde. Iedereen ging helemaal stuk. Iedereen had echt zoiets, ah, hij doet alsof je huilt. Oh nee, wacht, hij jankt echt. Toen heeft hij een minuut lang in mijn armen gelegen. En uiteindelijk zei ik, gast, komt allemaal goed. En toen ging je weg. Topfaal. Oh. Wat is jouw raarste situatie met een fan? Dat ze gewoon niet zoveel zeggen of zo. Ja, mag ik een foto? Ja, dat is goed hoor. Oké.
Doei. Maar echt heel stil. Maar het komt omdat ze helemaal zenuwachtig zijn. Ja. Het is gewoon helemaal dat ze denken, ja, oh shit. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik bedoel, als jij Justin Bieber voor je ziet staan, dan vraag je ook niet, yo, grappie. Heb je over als ontbijt gehad vanochtend? Tenminste, lijkt me niet. Oké, we gaan door. Wat zijn de voordelen en nadelen van bekend zijn? Love naar jullie! Staat erachter. Gratis patat. Ik heb al eens gratis patat gehad. Echt? Jazeker. Gewoon toen je op straat. Ja, ineens was het er. Bij snackbar. Zei de ayo, laat me zitten of niet betalen. Nou, dat zijn dus de voordelen, G. Ik denk dat bij ons allebei het geval is dat we soms wel eens dingetjes ontvangen. Ja. Waar we niet voor hoeven te betalen. Dat is op zich wel prettig. Wat zijn de nadelen? Ja, je kan niet meer naar de Efteling. Nee, dat kan wel. Maar dat vind ik misschien wel het grootste nadeel. Dat je gewoon net iets minder naakt over straat kan. En dat niemand het boeit. Ja, ja. Niet dat ik dat zou doen als ik niet bekend was, maar... Nou, misschien wel. Doe eens gek. Je bent dan normaal genoeg. Kijk, snap hem. Jij mag. Zijn jullie broertjes en zusjes? Ja! Zeker! Voor zover we weten, zijn we geen familie. Nee. Heb je niet een oom of een tante uit Groningen of zo? Nee? Kan toch? Mocht je nou een DNA-test willen sponsoren? Ja hoor. Wat een ludieke vraag was dit. Hoeveel is je outfit waard? Welkom bij Supergaande, man bro. Dat weet ik niet. Hier, deze schoenen. Ja, maar deze heb ik gekregen. Ik heb het trouwens laatst wel opgezocht. Maar dat ben je vergeten. Het zwaar is van 130 of zo. Hoi, yo! 130 euro voor patas. Deze zijn niet eens 130, man. Broek is denk ik 60 euro. Hij is 60 euro. Oké. Shirtje is ook van Nick en Nick. Deze ook. Allemaal Nick en Nick. Shout out Nicky Plessen. Promo's. No spon. No spon. Deze is 30. Oké, 30. Deze is wel duurder. Oh, dat is ook Nick en Nick. Allemaal Nick en Nick. Ja, joh. Je bent gewoon wandelen en Nick en Nick. Proud of you. Ik ga gokken. 80. 70. Ja, ik denk wel 100 eigenlijk. Jassen. 50 euro. What? 250 euro? 250 euro. Ja, dat is het. Ja. 250. Je hebt ook nog dit? Nee, maar dit is letterlijk 3 euro. Oké, 3 euro. 473 euro. Wow. Dat is best duur. Dat is best wel veel. Nee, maar ik heb niet altijd dit aan. Nee, tuurlijk niet. Nee, dit is gewoon een toevalstreffetje. Dit is gewoon toeval. Ja, dat snap ik ook. Bijna 500 euro. Netjes, Senna. Netjes. Ik weet niet eens hoeveel mijn outfit waard is. Ik heb echt geen flauw idee, joh. Dit is misschien het duurste, maar dit weet ik niet eens hoeveel het is. Cheap bastard ben ik. Ik geef mijn geld alleen maar uit aan de dierenarts, omdat die beesten deden het ziek worden. Fucking hell. Zo gezellig even een Q&A als van ouds. Wanneer haal je de 1 miljoen naar beneden? Die haal ik deze maand. Let's go, geld. Ja, man. Oh, voor 2019 sowieso. Ik moet er nog 30, 40.000 of zo. Maar als dit online staat, heb ik het misschien al wel. Wanneer haal jij de 1 miljoen naar beneden? Weet ik het. 2022. Nee. Jawel, dat is leuk, joh. Dan ben je 16. Oh, 1 miljoen. Ja, man. Dat is lachen. Ja, man. Dan ben je gewoon volwassen en shit. Als je 16 bent, ben je niet volwassen. Ik vind van wel. Hallo, je hebt 500 euro om je lichaam zitten. Dit is een mooie vraag. Hoeveel kinderen willen jullie later? Ik wil wel kinderen. Oké. Okay. Ik wilde 2 of 3. Je moet kiezen. Go. Ik denk 3, want dan wil ik zeg maar 1 tweeling en 1 gewoon. En dan 1 gewoon. Je hebt er wel over nagedacht. Jordi, let je even op. Ik stel hem maar even Toma. Voor je het weet ben je oom. Ik wil geen kinderen. Jawel, tuurlijk. Ja, ja, tuurlijk. Ik zag Nina al meteen heel... Ik denk 2 kinderen of zo, of 3. Maar sowieso niet meer dan 3. Oké, ik heb een leuke vraag aan jou. Heeft Senna een vriendje? Ja, maar eventjes. Hè? Ik zet de camera even uit. Piep. Hij staat uit. Je hebt geen vriendje? Nee. Oké. Okay. Ben je eenzaam? Ja. Nee, ja, wow. Nee, nee. Ben je op zoek naar een vriendje? Nee. Moet ik even een oproepje doen? Nee. Oké. Okay. Kan ik nog ergens bij helpen? Nee. Oké. Okay. Is Kelvin ook zo druk in het normale leven? Ja, zeg het maar. Oh, eigenlijk wel een beetje. Maar wel iets minder, denk ik. Zo, ik weet niet. Dat is met wat je zegt, hè. Straks is mijn carrière voorbij. Nou, ik denk wel dat ik een stukje rustig ben, denk ik. Ja, denk ik ook wel. Heb je wel eens mijn video's gekeken? Drukker dan dat, dan gaat Nina bij me weg, hoor. Dat weet ik nu al. Fucka, dreddies. Wat is ik een dreddy? Voor mij is dat gewoon echt zo'n kaaskop. Ik ben echt een typisch dreddy. Ben je een aardig persoon? Voor zover ik je ken, vind ik je een aardig persoon. Ja, echt? Ja. Oké, okay, camera staat uit, hè? Maar vind je mij een beetje aardig? Ja. Ga ermee door. Nee, grapje. Ik heb een mooie. Geef elkaar een cijfer. Oké. Okay. 3, 2, 1. 8,5. Hé, hé! Hey! Hoezo? Nee, maar nu lijkt ik 8,5 is fucking goede score. Waarom geef je mij een 10 dan? Ik ben echt niet perfect hoor. Ik ben echt een fucking noob. Fucking noob. Als heb je Fortnite aan het spelen. Ja, ik kan. Hoe kan je mij een 10 geven als ik nog nooit eerst ben gewoon met Fortnite? Oké, okay, wie is belangrijker? Je fans of Nina? En we gaan door met de volgende vraag. Ja. Nee, ja, dan ga ik toch voor mijn vriendins. Nee, dan ga ik voor Nina, denk ik. Ja, absoluut. Volgende vraag. Hoe vond je het?
om paprika sokken uit te brengen. Leuk. Leuk. Je vond het leuk. Ja, absoluut. Het is wel leuk. Ja, je hebt ook op de foto's gestaan, G. Look at this picture met je paprika's. Voor het lachen, voor een fotoshoot. Was lachen, ja. Toch? Oké. Okay. Hoe zie je jezelf over 15 jaar? Vrij specifiek aantal. En misschien een kind. Misschien heb je er wel 5. Ja. Over 15 jaar zit ik waarschijnlijk in een klooster. Ik scheid aan iedereen. Dan denk ik, jongens, ik ga hier gewoon voor de rest van mijn leven contact hebben met niemand. Nee, joh, grapje. Ik heb over 15 jaar sowieso een kind. Of hij nou geadopteerd is, of fucking uit een reageerbuis komt, maakt me gereed uit. Ik ben sowieso vader. 15 jaar, G. Ben ik 37? Nee, we zijn wel kleinkinderen, joh. God. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, doe dat dan sowieso door je even te abonneren. Dan kom ik misschien wel even bij je thuis om te chillen. Laat een reactie achter en wees geabonneerd op mijn kanaal. Dat maakt je kans op die legendarische prijs. En ja, wil je dat er morgen weer een nieuwe video is, dan moeten we binnen 24 uur dit aantal likes halen. Want het is nog steeds Kelsember. Elke dag een video zodat ik in dit aantal likes halen. Senna, heb je een vraag uitgekozen? Ja. Ben je een keer zonder onderbroek naar school gegaan? Dit is mooi. Geef antwoord op de vraag. Sorry. Nee, ik had wel gisteren de helft van de dag geen onderbroek aan. Maar dat was echt uit noodzaak. Ga je wat vertellen. Ik moest dus de zee in. Maar toen stond ik met mijn onderbroek in de zee. En toen dacht ik ineens, fuck, ik heb geen schoon onderbroek meegenomen. Dus toen stond ik daar op het strand in Zandvoort. En dan dacht ik, tering man, het is fucking koud. Hoe dan? Dus toen heb ik maar gewoon mijn broek aangedaan. Ben jij ooit zonder onderbroek naar school gegaan? Niet zonder onderbroek, maar ik was in mijn bikinibroekje naar school gegaan. Express. Nee. Oké, de allerlaatste vraag. De crème de la crème als het gaat om vragen in Q&A's op YouTube. Oké, ik heb 2 leuke. Of je vingers zijn tongen, of je tong is een vinger. Ik ga sowieso voor... Nee, ik denk 10 tongen eigenlijk. 10 tongen op je hand? Dat is toch leuk? Hoe ga je dan iemand een hand schudden? Oh maar ja. Ik ben oh nee. Kom maar, dan ben je wel. Je bent wel meteen wereldberoemd. Dat meisje met die tong als vingers. Ja, ik weet niet. Want het was 1 vinger als tong. Ja, ik zou dat doen, man. Fuck it. Ja, dan hou ik mijn mond wat dicht. Ja, maar stel, je moet eens pakken. Dan moet je helemaal zo. Met je mond. Nee, maar je hebt nog wel. Je hebt nog oh, wel, je hebt wel van je handen. Ja, denk ik. Wat vinden jullie het vervelendst aan elkaar? Misschien is er wel wat, maar ik kan het niet bedenken nu of zo. Als gewoon, maar dat is, ligt niet per se aan jou. Maar gewoon okay. Als iemand me laat schrikken. En jij hebt me wel eens laten schrikken. En ik. Wat heb ik jou laten schrikken dan? Ja, ja. Nee, echt waar. Ik weet het nog. Toen gingen we die video opnemen in dat ding. En toen ging je 1 dag heel. Oh, in dat hotel. Oh ja. En toen, dat was leuk. En toen was ik op de wc en toen. Toen liet ik schrikken. En toen was er een hele rare vrouw. Weet je nog? Oh ja. En mijn meiden toen. Ja, ja, dat was mooi. Flashback! Prank! Oh. Ik vind het vervelend dat je Loortje dan knuffelt. Dat vind ik echt. Dat kan. Kijk hoe dat graag dat wil. Ik vind helemaal niks vervelend aan jou. Nee, echt niet. Hé, Jordi, wat vind jij vervelend aan Senna? Dat ze nooit aan me wil knuffelen. Dat is wel zo, ja. Oké, dames en heren, leuk dat jullie kijken naar deze video. Senna, dankjewel dat je deze Q&A met mij wil doen. Yo, mazzel.